In de categorie ZZ Zwaar is hier met haar paard Halloween Ezra de Ruiter. Samen met een paard gevallen, met dit paard. En ik heb daardoor diffuse axonale hersenschade opgelopen en dubbelzijdige oogzenuwverlamming aan allebei de kanten. En ze hebben nu ook ontdekt dat ik mijn evenwichtsorganen heb beschadigd. En ik kom nu uit het ziekenhuis en ik ga de komende 7 maanden revalideren. En leren om weer gewoon fatsoenlijk te lopen en trap te lopen en gewoon een normaal leven te leiden waarin ik voor mezelf kan zorgen. En ik hoop dat ik dan ook weer kan paardrijden. Ja, op jou. Het is ook, als we dit doen, ik moet gewoon heel veel moeite doen en er heel hard over nadenken om rechtop te blijven zitten. En het liefst zou ik gewoon hangen. Ja, dat komt omdat de signalen van en naar je hersenen niet meer helemaal optimaal lopen. En daarom moet je gewoon hard werken. Wat ik wil in mijn hoofd, dat gebeurt niet in mijn lijf. En als ik op paard moet, is dat wel belangrijk. Hoe lang duurt het dan weer voordat ik dit op het paard kan doen? Moeilijk te zeggen of dat het 5 weken is of 3 maanden. Of... Maar het gaat steeds beter. Het gaat eigenlijk wel heel goed. Ik heb veel gerevalideerd, veel geoefend. En ik wilde als klein meisje heel graag in de subtop rijden met zo'n mooie lange jas aan. Dus ik ga dat nu gewoon proberen, gewoon tussen de reguliere ruiters. Vandaag gaan we pirouetjes oefenen. Dat is een hele belangrijke oefening op dit niveau. En die zijn voor mij heel erg moeilijk. Dus een goede oefening is wel een soort van essentieel. Dus ik hoop dat het dan uiteindelijk zo lukt dat ik een fatsoenlijke pirouette neer kan zetten voor een voldoende. Zo, en nou rustig inzetten, proberen te draaien. Probeer met je rechterbeen wat te blijven. Dat is moeilijk, hè, je rechterbeen. Wat gebeurde er nou precies? Ja, dan wil ik hem draaien, maar dan... zie ik gewoon te veel dubbel en ben ik te duizelig om erop te reageren. Dus dan ben ik ook zo in de flow van het draaien. Dus dan blijf ik maar gewoon zitten met mijn handjes stil in de hoop dat het vanzelf goed komt. En dan kom ik gewoon verkeerd uit. Wat dat zo lastig maakt is dat het heel veel gevoel en aansturingskracht en preciesiteit vraagt. En dat zijn nou net de dingen die ik niet zo goed kan. Eigenlijk zijn deze dingen ook gewoon veel te moeilijk voor mij. Maar ik wil toch heel graag proberen en oefenen en kijken of ik het op mijn eigen manier toch voor elkaar kan krijgen. Ja, misschien dat je voor jezelf goed moet opletten wanneer je gaat afwenden. Dat je richt op een paal of zo. En dat als je dan, voordat je gaat draaien, dat je dan in plaats van dat je om je heen kijkt, want dan word je duizelig, dat je dan naar je paard blijft kijken. Dus dat ik gewoon hier naar de schoft kijk, net als dat ik in draf zou doen. En dat je dan passen gaat tellen, zodat je weet wanneer je weer in de buurt van het lijntje bent. Ja, laten we dat proberen. Hij is zo braaf. 1, 2, 3, 4. Braaf. S, morgen is je grote dag. Ja, morgen ga ik weer voor de allereerste keer op een subtopwedstrijd. Een gewone subtopwedstrijd. Super spannend. Ik ga vanavond al weg. En op social media kunnen jullie zien hoe het is gegaan. Dus blijf volgen en tot de volgende keer. Doei! Spannend S, morgen. Ben je er klaar voor? Het is gewoon een niveau wat ik eigenlijk niet kan, wat eigenlijk te moeilijk voor mij is. Ja. Maar ik wil gewoon meedoen met alle andere mensen die wel gewoon gezond zijn. Dus ik moet het wel een soort van... doen. Precies, maar ik denk echt dat jullie dit echt kunnen. Jullie gaan dit rocken, jullie gaan daar shine in Zeeland. En ik denk echt dat het goed komt. Natuurlijk, het is tussen de normale mensen, maar wat is nou normaal? Wij zijn niet normaal. Wij zijn niet normaal. Nee, maar ik was hiervoor ook niet normaal. Nee, maar dus... nou ja, toen was je normaler. Ja.
In de categorie ZZ Zwaar is hier met haar paard Halloween Ezra de Ruiter. Volgende keer in Doeners. Jolien jaagt al haar hele leven geschiedenis achterna. Romeins, middeleeuws. En nu de Duitse DDR. Ze leeft geschiedenis. Maar toch lijkt het altijd ver weg. Totdat ze haar droomauto tegenkomt.